Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal van vandaag, vrijdag 5 november. Zoals de minister in het parlement aankondigde dat de digitale COVID-pas met QR-code in de afrondende fase zit, wordt in Nederland de QR-code al toegepast. De minister zegt dat er een werkgroep is op het ministerie die zich ermee bezighoudt. In het live opbelprogramma Niet Zomaar een Prikje legt de directeur van Volksgezondheid uit hoe en wanneer een digitale pas gebruikt wordt. Hij haalt Nederland aan als voorbeeld. In Nederland is het al zo dat je je QR-code moet gaan aantonen wil je gebruik maken van openbare gelegenheden waarbij je niet verplicht aanwezig moet zijn. Je gaat daar voor je eigen keus en men wil het veilig houden daar en men wil men eigenlijk daar volledige gevaccineerden hebben zodat mensen niet ernstig ziek worden wanneer ze zich daar bevinden. En dan heb je een QR-code nodig om aan te tonen dat je volledig gevaccineerd bent. Zonder zo'n code ben je dan eigenlijk zo'n beetje beperkt. Ja, ja. En daarom dat men geprobeerd heeft om dit alsnog te krijgen, want men wordt dan onterecht uitgesloten, want men is beschermd. De overheid hoeft niet bang te zijn dat zij deel uitmaken van de groep die de zorg extra zal belasten. Want heb je ergens in een plekje 100 of 100 ongevaccineerden die bij elkaar zijn gekomen en eentje is iemand is besmet, zal er sowieso wat kans zijn voor verspreiding, ondanks wat mohana. Je kan altijd met een stuk mohana heb je een behoorlijke beperking van het verspreiden. Maar je weet, we zijn mensen, soms zijn we wat minder strikt in het houden van preventieve maatregelen. En als dat gebeurt, dan heb je een verspreiding binnen de groep van niet gevaccineerden. Wat gebeurt er dan? Dat een deel van deze mensen ernstig ziek kunnen worden. Ja. Dan heb je weer een overbelasting van de zorg. En dan krijg je dat bepaalde mensen die zelfs niet COVID hebben en die acuut geholpen zouden moeten worden, niet geholpen worden met alle gevolgen. Waren het alleen maar gevaccineerden, of zijn het alleen maar gevaccineerden, wat nu het geval is dus, dan al vindt er op een of andere manier een verspreiding plaats, de kans is klein dat ze extra druk zullen leggen op de zorg. Dus vandaar. Mensen die hier gevaccineerd zijn, hebben nog geen QR-code. En dat zorgt voor heel wat stagnaties, vooral bij de vakantiegangers. In Nederland mag je bepaalde plekken niet binnen als je niet over de code beschikt. Sukul zegt dat na klachten vanuit de gemeenschap vernomen te hebben, er meteen gesprekken gevoerd worden met de GGD in Utrecht, Nederland. Onze eigen QR-code, daarmee zijn we bezig. En als wij onze eigen QR-code gaan genereren, dan hebben we die voor Suriname, als het ware. Tegelijkertijd moet je dan aansluiten, zoeken internationaal, wat ook niet zo'n probleem is hoor. Dus dat gaat heel binnenkort komen. We zijn drukdoende bezig daarmee. Maar wat betreft de QR-code van het buitenland, meneer zegt het al, inderdaad, moet je naar Utrecht GGD gaan voor het... met je vaccinatiebewijs. En inderdaad heb ik gehoord dat er gevraagd wordt naar veel meer informatie omtrent de vaccins die je hebt gehad. Er staat wat informatie al op je vaccinatiekaart. En vooral het ministerie van Volksgezondheid van Suriname, die wordt vaker benaderd van hey, kunnen we dit niet doorcommuniceren. Ik heb met de voorzitter, de coördinator, dokter Assin ook gesproken. Dus we zijn van plan om ook met GGD Utrecht een definitieve oplossing eigenlijk te bereiken. Ja. En dan zal het heel makkelijk zijn. Het is nodig dat GGD Utrecht weet welke vaccins wij hier hebben gekregen, welke hebben we toegediend. Van waar zijn ze gefabriceerd allemaal? En dan komt het dan is het sowieso in orde. Ja. Maar we moeten begrip tonen voor instanties die niet klakkeloos gewoon een formulier gaan accepteren. Begrijpt u? Dus daarmee moeten we wel begrip tonen, maar het is in het belang van de volksgezondheid van
van een ieder van u zelf ook om als partij gebruik te mogen maken van alle faciliteiten. En ook bescherming voor de anderen. Maar vooral, het grootste is dat je als individu niet zorgt voor een overbelastend gezondheidszorg in een land. Ja. En dat wil men voorkomen. Dus als je niet gevaccineerd bent met iets wat men niet weet, gaat men u geen toestemming geven om overal te gaan. Want, ja. Dat wil men, dus, maar daarmee zijn we bezig. Dus met de communicatie met Nederland. Daarmee zijn we bezig, zodat mensen niet apart steeds hoeven te gaan. Maar indien er verzoeken komen, dan kunnen we altijd eigenlijk daarop inspelen. Maar de bedoeling is dat we dat eigenlijk zodanig oplossen dat men direct weet. En in principe is er al initieel contact geweest, hoor. Dus indien men nog steeds problemen ondervindt, kan men altijd via het ministerie checken wat er bereikt kan worden. Het aantal besmettingen is in Nederland in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 COVID-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet van Nederland extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zoveel mogelijk en zo veilig mogelijk openhouden. Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden, zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75% bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats. Nu, met het hoog aantal besmettingen in Nederland, moet Suriname niet alert blijven? Absoluut. Wij moeten leren van de ontwikkelingen in de wereld en dat hebben we ook tot nu toe gedaan. We volgen de ontwikkelingen. Kijk maar naar de booster shots en de andere maatregelen die getroffen worden. Dus ook wij moeten leren van de situatie in andere landen. Wat we zien in Nederland is dat ze waarschijnlijk te vroeg versoepeld hebben. Met name de mondkapjesplicht vroeg hebben laten gaan. Omdat men ervan overtuigd was dat het dekkingspercentage van de gevaccineerden voldoende was. En dus wij moeten ook daaruit leren. Mondkapje nog steeds op in publieke ruimtes, in gesloten ruimtes. Zoveel mogelijk de ruimtes ventileren, de handen ontsmetten, afstanden houden. Daar komen we voorlopig even niet van af. Dus ook al zijn we op gang, het dekkingspercentage van de volledige gevaccineerden is nu 42%. Dus we zien echt wel dat het toeneemt, eigenlijk per dag al. Dat is mooi, maar het wil niet zeggen dat we nu vrij kunnen gaan en de maatregelen naast ons neer kunnen leggen. We moeten die maatregelen aanhouden. Met name de mondkapjes en het ventileren. Dat is heel belangrijk om het virus niet de kans te geven om zich te verspreiden. Sinds kort is een aanvang gemaakt met het toedienen van de boostershot, oftewel de derde prik voor 60-plussers, mensen met aandoeningen en ook zorgverleners. Op vragen als is het een verplichting, zegt de directeur van Volksgezondheid Gaida Sukul dat niets verplicht is. De derde prik zorgt voor extra bescherming, vooral bij risicogroepen. Het is niet verplicht. Het is wel nu mogelijk en het wordt aangeboden. Ik zou er gebruik van maken, want dan ben je beschermd. Dus het werkt zo, na een tijdje kan je beschermstoffen in je lichaam wat afnemen. Ja. Met een booster laat je hem weer omhoog gaan. Dus, en zoals ik zei, men heeft binnen de gevaccineerde populatie gekeken wie toch nog wat meer ziek kan worden. Mm-hmm. En wie er allemaal voordelen aan heeft, is meer voordelen aan heeft, is de 60-plussers. De mensen met de chronische ziekte, maar in dit geval hebben we de nierdialyse patiënten erbij. We hebben de mensen die immuunsuppressiva gebruiken, zoals we het noemen.
en de gezondheidswerkers. Waarom de gezondheidswerkers? Die kunnen heel makkelijk in contact komen en dan wil je ze, dusdanig beschermen dat ze misschien één dag even ziek worden en dan zijn ze weer beter als het ware. Wanneer mensen een derde prik hebben gekregen, een boosterprik, maken ze vooral de mensen in die groepen die ik heb aangenomen, maken ze veel minder kans om ernstig ziek te worden. Ja. Daar moet je gewoon gebruik van maken om buiten de gevaarzone te blijven. Ja. Ben je verplicht je boostershot te nemen met hetzelfde vaccin waarmee je eerder gevaccineerd bent, of mag ik mijn eigen keuze maken? Dat zijn ook de vragen die steeds weer terugkomen. Dr. Javier Assin, coördinator NCT, zegt dat de burger in de gelegenheid gesteld zal worden om een keuze te maken tussen het Moderna-vaccin en het AstraZeneca. Hij legt ook uit waarom deze vaccins gebruikt worden voor de derde prik. Dat is niet verplicht. We gaan de keuze bieden tussen AstraZeneca of Moderna. Moderna is een mRNA-vaccin, net als Pfizer. Het heeft ook dezelfde werking en ook hetzelfde effect. Dus het is een prima vaccin en we hebben daar voldoende doses van. En de reden waarom we zeggen Moderna is omdat Pfizer de enige is die voor de 12 tot 17-jarigen geschikt is. En er is enorm veel belangstelling onder de 12 tot 17-jarigen. Dus dat is de reden waarom we de Pfizer die we nu hebben op dit moment reserveren voor de 12 tot 17-jarigen. Of voor mensen die om wat voor reden dan ook liever Pfizer kunnen krijgen dan elk ander vaccin. Pfizer is namelijk heel uitgebreid onderzocht. Ook bij mensen bijvoorbeeld met auto-immuunziekten, mensen na transplantaties, mensen met herseninfarcten of embolieën. Dus dat is de reden waarom we toch Pfizer in sommige gevallen gebruiken. Maar in principe is het AstraZeneca of Moderna voor de boosters. We klauteren langzaam uit de vierde golf en dat mede te danken aan de vaccinatiegraad tot nu toe. Maar ook omdat heel wat mensen al besmet zijn geraakt met het Delta variant. Maar wat wel vaststaat is dat we zeker in een vijfde golf terecht zullen komen, omdat de gemeenschap nog niet voldoende beschermd is. Hij waarschuwt dat die golf veel erger zal zijn dan de voorgaande golven. Reden genoeg om je nu nog te laten vaccineren. De voorspelling naar de toekomst toe is dat deze golf ook wel weer voorbij zal gaan. Vooral ook omdat de vaccinatiegraad oploopt en ook al behoorlijk veel mensen met de Delta variant besmet zijn geraakt. En dan dooft het vanzelf uit. Wat ook zeker is, is dat er een volgende golf komt. Omdat we voor de volgende golf nog niet een vaccinatiegraad hebben, maar bescherming hebben in de gemeenschap die voldoende is. En die golf zal weer ernstiger zijn dan de Delta variant. Dat is nou eenmaal de aard van een virus. Ze komen altijd in een nog ergere vorm terug. Sneller delen, sneller een ernstige infectie en vaak ook heftigere infecties. Dus dat is echt alle reden om je te beschermen. Alle respect wanneer je wil wachten. Maar ik zelf heb er verstand van. Ik heb ervoor gestudeerd en ik zie het gebeuren om me heen. Ik zelf zal niet wachten. 25 november staat voor de deur en dat is dan ook weer een nationale vrije dag. Er is al bekendgemaakt dat de jaarlijkse défilé en parades normaal voortgang zullen vinden. De coördinator NCT voorspelt een totale lockdown voor die dag. Het is over 3 weken al, dus dat is eigenlijk een behoorlijk kort dag. Ik voorspel dat het toch weer een lockdown dag gaat worden. Alleen al om het feit dat we nog verder van de beschermingsgraad zijn waar we willen zijn. De enige reden waarom het misschien vrijgelaten kan worden is dat in de komende 3 weken blijkt dat er een dalende trend is in het aantal infecties, ziekenhuisopname, intensive care opname en overlijdens. Mondkap op, handen wassen en de afstand in acht nemen zijn de maatregelen die nageleefd dienen te worden om samen uit deze ellende te geraken. Ook de maatregelen van de overheid dienen nageleefd te worden. Zoals dokter Assin het eerder zei, de volgende golf zal harder toeslaan. Dus dat moet voor jou de reden zijn je goed te laten vaccineren.
We zijn aan het eind gekomen van dit journaal en wil u graag verwijzen naar de social media kanalen van het Ministerie van Volksgezondheid en de Communicatiedienst als u deze aflevering nog net gemist heeft. Ik wens u een goed en veilig weekend toe en we zijn er maandag weer met een nieuwe editie van het COVID-19 journaal. Tot dan!